Michael die gaat een achterwaartse handstand met 3,5 salto doen. Dat wil ik graag. Micha Pavlatiel, de jury. Ik moet er iets langer over nadenken. Oh, 4, 3,5, 3,5. Wow, 4, 4. Niet zo goed volgens mij. Niet zo'n hele goede score. Joey. Now, what a brave man for doing a backwards arm stand on the platform. Now, you see that he got low scores by the judges. Now, the reason for that is because he landed in the water with his arms above his head, as you see there in the slow motion replay. So, there's a penalty for that because it shows that you're out of control and rotating a bit too fast. Bending his legs there, that's also a breaker position, another area that they penalize as well. But still, what a brave man. Ladies and gentlemen, put your hands together for Michael Navratil. Ja, je handen boven je hoofd, dat is al sowieso een penalty, dat is dat niet oké. Vandaar dus ook de lage score van de jury, 195,9 in totaal. En dan krijgen we deze duik, echt die 59,8. Veruit de laagste score tot nu toe in deze derde ronde. Michael, you must be a pretty strong man to hold that handstand up there. You do a lot of practice in your bedroom, holding your handstand? Just normal training. Listen, what happened? Was it a little bit too fast? Or? No, I think I'm faster, but I open and I don't see nothing. Just it's very quickly, and after I... water and finish. Listen, I think you're doing a great job and I'm sure you're going to improve in the next round. Well done. Thank you very much. Hij dacht dat hij sneller was. De volgende sprong, wat gaat hij doen? Artem Selchenko, dit gaat de moeilijkste sprong maken van het cliffdive op dit moment. En dat is een drievoudige salto achterover met drievoudige schroeven. Er zijn maar twee springers in de wereld op dit moment die deze sprong doen. Dat is Artem Selchenko en later in de ronde Gary Hunt doet dezelfde sprong. Goed,
Hier is Artem Sutchenko! Now listen, ladies and gentlemen, that dive was the most difficult dive that cliff divers are performing in the world today. And some more information for you, he was the very first person in the world to do this dive. Now you can see he just landed a little bit short of vertical, landing on his chest here, as you'll see in the slow motion replay, and not completely vertical, causing that forward splash. But I'm still going to take my hat off to him, because that is a tough dive. Niet helemaal verticaal terechtgekomen, vandaar die splash. Daar had dat adressie denk ik bij Joey Soeber. I think Artem's a little bit shy because his English is not so good from Russia, but let me tell you, he's a brave man and you're doing very well. And I think in the next competition, you're going to do really well. Maladets. Spasiba, 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 Artem Sutchenko. Spasiba. Ja, dankjewel, Russisch. Verder kom ik ook niet. Krasnov Perevska. We gaan naar de man met 134,85 punten. Wat gaat hij doen straks? Oké, hij gaat precies hetzelfde sprong maken. De moeilijkste sprong die je op dit moment in het cliff diver kan doen, dat is een drievoudige salto achterover met 3x swoop. En als Gary Arten wil verslaan, zal hij 70 moeten halen. Maar wil hij voor de medailles in aanmerking komen en met druk op de jongens zetten die nog komen moeten gaan, dan zal hij zeker 8 en 8,5 zo'n 150, 160 punten. Dan weet je wat hij moet doen. Hier is Gary Holm!
better lane.